Wij gaan vanavond naar Pyongyang, hier in Osdorp. Ja. Het eerste Noord-Koreaanse restaurant in de hele westerse wereld. We hebben een primeur hier in Amsterdam. Wat moeten we er überhaupt van denken dat het restaurant hier zit? Ik vind het heel vreemd. Ik bedoel, ja, Noord-Koreanen die komen het land niet uit, maar er werken hier wel Noord-Koreanen. Een primeur met veel vragen. Een zoektocht op internet wijst uit dat restaurantketen Pyongyang een dubieuze reputatie heeft. De restaurants in Azië zouden in handen zijn van de Noord-Koreaanse overheid en het personeel, ook afkomstig uit Noord-Korea, wordt vooraf grondig gescreend op loyaliteit aan het vaderland. In hoeverre heeft het Osdorpse Pyongyang te maken met de keten in Azië? Samen met de Zuid-Koreaanse acteur en programmamaker Paul Richter neem ik er een kijkje. Eerste indruk is behoorlijk Koreaans. Hoezo? Nou, het eerste is het licht, TL-licht. Dat in Korea de restaurants hebben, dit is het sfeerlicht, zeg maar. Je moet gewoon goed zien wat er op je bord ligt. En twee, het is wel een vrij staaltje propaganda. Prachtige landschappen, bevallige dames, dat vind ik wel opvallend. Als je bijvoorbeeld die ziet, ik vind het voor Noord-Korea behoorlijk vergaande. Om de zoveel tijd worden we bediend door verlegen en uitermate beschaafde Noord-Koreaanse serveersters die een klein beetje Engels spreken. This is steamed calamari, the spinach, mushroom, celery, carrot, pumpkin and pip. Thank you. En dan begint plotseling de show. Kijk. Het is lekker, maar ik heb toch het idee dat ze het een beetje hebben afgezwakt. De sterke smaak van de Koreaanse keuken, die er echt zijn. Waar het ook om bekend op staat, om de westerse consument toch een beetje niet te veel af te schrikken, lijkt het wel. Ja. Mede-eigenaar van het restaurant Remco van Dalen maakte 6 jaar geleden met zijn businesspartner een reis naar Noord-Korea. En zo kwamen ze op het idee voor een Noord-Koreaans cultureel centrum en restaurant in Nederland. Ze schreven een plan en de overheid in Noord-Korea stemde in. Deze dame. Die verschrikkelijk aardige en mooie dames die hier die ons serveren, dat zijn echte Noord-Koreaanse dames. Ja. We hebben 9 Noord-Koreaanse medewerkers. Wat ik over Noord-Korea te horen krijg, is dat Noord-Koreanen niet zomaar hun land mogen verlaten, toch? Er is niet een vrij reisverkeer, maar Als je met een goed plan komt en je laat ze ook zien waar je het gaat doen, dat je de veiligheid kan garanderen, dat je de huisvesting kan garanderen, dat soort zaken. Ja, en dan moet je nog eens een keertje op het niveau komen dat ze je vertrouwen, want je hebt wel 9 mensen onder je hoede. Maar zijn die vrij om te gaan waar ze willen? Ja. Ja? Ja, en dat doen ze ook. Oké. Okay. Want ze gaan wel eens naar de Dirk van den Broek en wel eens naar de sauna en ze gaan wel eens Osdorp in. De Noord-Koreaanse overheid staat er bekend om dat hun onderdanen geen contact mogen hebben met westerlingen. We proberen het toch even. You work here every day in the restaurant? Yeah. When customers not come our restaurant, we rest. We just rest. You rest. But where do you stay? We stay in the hotel. The hotel next door? Sorry? The hotel here next door. Yeah, here. Isn't it hard working like this every evening, singing, dancing? Yes, but I like it, so that it's not difficult. You stay in the hotel here next door, right? Yes, but are you interested in where we stay? Yeah. Are you interested? Do you know Dirk van den Broek? What does mean? This Remco told me you go to supermarket by yourself and everything. Sorry? You have to work? Yeah, I have to. He told me you go to the supermarket, to sauna, whenever you're not working yes, here. Yes, but it is the private life. Die Pyongyang-keten in Azië, die schijnt heel erg gereguleerd te zijn door de overheid, Noord-Koreaanse overheid. Daar bent u geen deel van? Nee, wij zijn sowieso geen onderdeel ervan, maar kijk. U hoeft niet een deel van de opbrengsten af te staan aan Pyongyang. Remco wil ons graag ook het culturele centrum boven het restaurant laten zien. Ik heb het nou weer over die restaurants in Azië. Daar zijn ook Noord-Koreaanse mensen in dienst.
dat er dan vaak mensen van de geheime dienst uit Noord-Korea in de buurt blijven om het allemaal een beetje in de gaten te houden. Is dat hier ook? Nee, dat, ze hebben gewoon hun contacten ermee. Maar goed, kijk, weet je, dat is vaak met Noord-Korea. Het is het meest gesloten land ter wereld. Ja. Er zijn zoveel geruchten over. Ook voor u misschien nog. Tuurlijk. Misschien weet u het niet eens. Ik kan bijna niks verifiëren. Misschien weet u het niet eens. Misschien zitten hier wel in de buurt. Wat zouden ze, wat zouden de geheime agent moeten doen hier? Dat weet ik niet. Die dames in de gaten houden. De dames in de gaten houden, ja. Het zou kunnen. Is de CIA al hier over de vloer geweest? Heeft u al verdachte dingen gezien? Nee, nog helemaal niks verdachts gezien. Van mij mag iedereen komen. Maakt mij niet uit. Ja. Of het nou CIA is of AIVD, ze komen maar. Ondertussen gaat beneden de norebang, oftewel karaoke, gewoon door. Omdat niemand het initiatief neemt, besluiten Paul en ik mee te doen. I said maybe, maybe, you're gonna be the one that saves me. Wat moeten we ervan maken? Ik weet het niet. Het was vlees nog vis, zeg maar. Het was echt... Het eten vond ik een beetje een tegenvaller. Ik vond het aangepast aan de westerse smaken. Ik heb de eigenaar gevraagd, hè, wat is dit voor plek? Cultureel centrum, restaurant. Hij zegt zelf geen links met de Noord-Koreaanse overheid. We hoeven ook helemaal geen geld af te staan. Geloven we die man op zijn mooie blauwe ogen? Nee, niet, hij hoeft misschien geen geld af te staan, maar zonder het regime, dat kan natuurlijk helemaal niet. Deze meiden zijn heel erg getraind. Ja. Die zijn speciaal geselecteerd. Het zijn allemaal hele knappe meisjes. Dus dat is gewoon met medewerking van het regime in Noord-Korea. Ja. Dat kan niet anders.